Hoe kun je er als leider voor zorgen dat mensen naar je luisteren, dat mensen jouw visie inzien, dat mensen meegaan in wat je te zeggen hebt en dat je daarmee de impact kan maken die je voor ogen hebt? Of je nou leider bent binnen je eigen bedrijf en een aantal werknemers in dienst hebt of met verschillende mensen samenwerkt, of dat je als een leider voor een groep staat om mensen iets te leren, bepaalde kennis en vaardigheden mee te geven. Of zelfs wanneer je als leider, als ouder voor je kinderen zorgt of in een andere rol een leiderschapsfunctie hebt. In alle gevallen zal je merken dat de principes of het belangrijkste principe wat we in deze video behandelen, dat je dat daarvoor heel goed kan gebruiken. Namelijk als we denken aan leiderschap en als we denken aan de visie die we hebben, dan hebben we als leider hebben we een bepaald ideaalbeeld voor ogen. Hey, met ons bedrijf gaan we hier naartoe. We gaan deze doelstellingen behalen. We hebben daarvoor deze acties te nemen. We hebben het op zo'n manier te doen. Jij hebt als leider heb je een routekaart waarvan je weet, hey, we gaan zo van A naar B. En uiteraard is die routekaart niet altijd helemaal perfect ingevuld, maar je hebt in ieder geval een idee, een visie van waar je met elkaar naartoe wilt. En nou is het heel verleidelijk om die visie bij anderen op te leggen. Om te zeggen, hé jongens, dit is het, dit is wat het is en dit is wat we gaan doen. Klaar. Geen discussie. Alleen wat er gebeurt is dat mensen zich dan minder betrokken voelen. Want het is jouw visie, het is niet de visie van de mensen waar je mee samenwerkt. Dus dan kan het heel goed dat ze denken, ja oké, omdat jij het zegt, omdat ik ervoor betaald krijg, ga ik mee in je visie. Maar het is niet echt wat ik echt zou willen. Of het is niet echt waar ik nu heel veel enthousiasme of heel veel passie van krijg. Dus hoe zorg je ervoor dat het voor mensen niet alleen voelt als oké, ik doe dit hè, omdat ik ervoor betaald krijg. Of ik doe dit omdat jij de expert bent voor de groep en nou ja, ik heb betaald om deze cursus te volgen, dus dan ga ik het maar doen. Nee, hoe kun je ervoor zorgen dat mensen meegaan in je plan alsof het hun eigen plan is? Nou, idealiter wil je ervoor zorgen dat het ook echt hun eigen plan is. En hoe doe je dit? Door één heel simpel principe te volgen. En dat is een principe wat ik zelf heb mogen leren van Stephen Covey vanuit zijn boek De 7 eigenschappen van effectief leiderschap of The 7 Habits of Highly Effective People in het Engels. En dat is het principe seek first to understand and then to be understood. Oftewel, zorg ervoor dat je anderen eerst begrijpt voordat je zelf begrepen wil worden. Zorg ervoor dat je anderen echt begrijpt. Dat je je uiterste best doet in alles wat je doet om anderen goed te begrijpen. En dit is een principe. Op het moment dat je dit implementeert in alles wat je doet, dan ga je merken dat communicatie zoveel makkelijker wordt. Het wordt praktisch moeiteloos. En dit kun je doen zowel wanneer je met een team samenwerkt en jij wilt je visie overbrengen. Hey, hoor eerst eens de visie van verschillende mensen in het team aan. En luister eens naar wat ze te zeggen hebben. Naar hun input, naar hun inbreng, wat voor hun belangrijk is. En idealiter, als je een manier weet te vinden om die visie van de mensen waar je mee samenwerkt te verwerken in jouw visie. En dat dan ook nog eens te benoemen van, hey, jij gaf aan dit en dit. Nou, dat hebben we op zo'n manier in de visie verwerkt. En jij vond dit heel belangrijk. Nou, vandaar dat we dat en dat hebben meegenomen. Hey, wat creëert dat? Dat zorgt er in één keer voor dat het niet jouw visie is, maar dat het jullie visie is. Uiteraard heb je daarbij rekening te houden dat het nog steeds strookt met jouw visie als de ondernemer of de leider. Alleen wanneer je het samen doet, hè, wanneer je een visie hebt wat een win-win situatie is waar uiteindelijk iedereen beter van wordt, dan is het dus ook echt voor iedereen beter. Wanneer je als trainer voor een groep staat, dan kun je van tevoren aan mensen vragen, hey goh, wat hopen jullie hier nou uit te halen? Wat zou nou het ideale resultaat zijn van deze training? En wat zou je nou echt verder helpen? En wat zijn de dingen waar jullie nu tegenaan lopen? En vervolgens, alles wat je in die training of in die presentatie behandelt, dat sluit je dan vervolgens perfect aan op datgene wat mensen gezegd hebben. Wanneer dat realistisch is, hè? Wanneer jij een training geeft over hoe je minder stress hebt en iemand wil weten hoe die zijn vriendin uit eten moet vragen of dat leuke meisje om de hoek uit eten moet vragen, ja, dan is het niet echt relevant aan het onderwerp waar je op dat moment over spreekt, right? Dus
Uiteraard, seek first to understand. Zorg ervoor dat je mensen begrijpt. En dan wil je jouw content daarop afstemmen. Nou, als je weet, hé, daar is een mismatch, dan kun je dat direct aangeven. Hé, goh, wat tof dat je dat doel hebt. Misschien dat we er in de pauze even over kunnen hebben. Is alleen nu niet het onderwerp van deze training. Dus dan kan je ook gelijk een stukje verwachtingsmanagement doen, dat iemand die verwachting kan bijstellen. Nou, hetzelfde geldt ook nog als je bijvoorbeeld in verkoopgesprekken bent. Ik heb zo vaak dat ik bijvoorbeeld gebeld word door mensen die iets willen verkopen. En 9 van de 10 keer willen ze heel graag begrepen worden. Willen ze heel graag hun verhaal kwijt, zonder dat ze echt luisteren naar mijn input of wat voor mij belangrijk is of mijn visie. En natuurlijk, soms hebben ze dan wel de skill geleerd om zo'n yes-ladder te doen, om mij heel vaak ja te laten zeggen. Alleen, hoe mooi zou het zijn als zij echt zouden luisteren? Als ze echt gefascineerd en benieuwd zouden zijn? En uiteraard, als ze mij uit het niks bellen en ik zit daar op dat moment niet op te wachten, dan is dat ook weer een ander verhaal. Maar wanneer je een goede klik hebt met mensen en wanneer je als verkoper echt wil kijken, hey, in hoeverre is mijn product een goede fit voor jou? Hoe waardevol zou het dan zijn om echt te luisteren? Om echt de diepte in te gaan, te ontdekken wat drijft mensen? Wat vinden ze belangrijk? Waar hebben ze behoefte aan? Zodat uiteindelijk, wanneer je, laten we zeggen, een half uur naar mensen geluisterd hebt, dat je vervolgens in 10 minuten jouw product, jouw dienst, perfect kan laten aansluiten op waar mensen behoefte aan hebben, omdat je heel goed hebt geïdentificeerd waar mensen behoefte aan hebben. Nou, ik kan je uit ervaring vertellen, dat maakt het tientallen keren makkelijker. Dus, oftewel, wanneer jij als leider je visie wil verkondigen, wanneer je als leider je visie neer wil zetten en mensen daarin mee wil krijgen, zorg ervoor dat je eerst luistert. Dat je eerst je uiterste best doet om mensen te begrijpen, zodat het daarna 10 keer makkelijker is om zelf begrepen te worden. Dat gezegd hebbende, heel veel succes met toepassen. Wanneer jij werkt als coach en de ambitie hebt om meer mensen te bereiken, meer mensen te helpen met jouw boodschap, dan heb ik iets leuks voor je. Namelijk, binnenkort geef ik een gratis online training gericht op coaches om ze te helpen om dankzij krachtige presentaties ervoor te zorgen dat je jouw ideale klanten kan aantrekken en dat je mensen kan laten zien dat je ze kan helpen door ze alvast te helpen in jouw presentatie en ze alvast heel veel waarde te geven. Zodat je een marketing tool hebt die in mijn ervaring de meest effectieve tool is om mensen aan te trekken. Waarmee je ook nog eens een heleboel ambassadeurs creëert. Want ook de mensen die niet bij je kopen, die vertellen vervolgens anderen weer over je. En over hoe gaaf ze jouw presentatie hebben gevonden. Dus als je daar meer over wil weten, binnenkort is die online training. De link is www.sprekenmetimpact.com/webinar. En de link vind je ook in de beschrijving hieronder. Dat gezegd hebbende wens ik jou vandaag een prachtige dag toe. Als je dit een waardevolle video vindt, klik dan even op het duimpje omhoog. En als je meer van dit soort video's wil zien, abonneer je op mijn YouTube-kanaal. En dan ga je meer van dit soort video's tegemoet zien. Bij deze, geniet van je dag en tot de volgende keer. Ciao, ciao!